echt instellingen per baan en per tijd te doen. Ik zag al vanmorgen dat er echt al een stuk of 50 clubs al vanmorgen toegang tot het dashboard hebben aangevraagd. Dus jullie hebben al een beetje kunnen kijken. Je zult daar ook zien dat er een aantal instellingen zijn, maar die worden dus nog steeds uitgebreider. Verder worden dan ook de instellingen zo specifiek dat je ook onderscheid kan gaan maken tussen momenten, tijden, banen voor leden en voor niet-leden. Je kunt er dan dus voor kiezen om bijvoorbeeld op de drukke momenten het alleen beschikbaar te stellen voor leden. Maar misschien heb je nog een aantal banen beschikbaar voor niet-leden. En die kan je dan op dat tijdstip, kan je ook die banen die je wenst beschikbaar te stellen. Echter, het is ook slim om af en toe een baan op de drukke momenten beschikbaar te stellen voor niet-leden. Omdat je op die manier ook nieuwe mensen mogelijk naar je club kan gaan trekken. Maar daar zal in de eerste focus voor ons ook nog geen, niet te veel aandacht naartoe gaan. We hebben ook al een vraag gehad van de testclubs. Om het mogelijk te maken om groepstrainingen te kunnen reserveren. Dat gaan we in de fase 2 ook doen. Dat je dus niet alleen op baanniveau, maar ook op groepsniveau reserveringen kan doen. En daarmee dus ook de registratie van groepen kan laten plaatsvinden. Er zijn namelijk al 5 clubs geweest die in deze voorfase, voordat we vandaag de livegang hadden, met ons zijn wezen testen, al van hele goede feedback ons hebben voorzien. En daar was een van de punten was deze groepstrainingen van. En in de fase 2 wordt het ook mogelijk om het reserveren en betalen ook via de app plaats te laten vinden. Bijvoorbeeld als je banen beschikbaar wil stellen voor niet-leden en je wil dat ze daarvoor betalen, dan kan je dat ook via de app afhandelen. Doelstelling hiervan is om dat 1 september ook live te hebben. Dat betekent niet dat we vanaf 1 september dit allemaal pas live hebben. We gaan vanaf vandaag tot aan 1 september ook al telkens updates doorvoeren, zowel in de app als in het dashboard. Dus je zult ook steeds meer functionaliteit al naar je toe krijgen. Maar 1 september hopen we dit afgerond te hebben. Dan is er nog een derde fase. Er zal misschien nog wel meer dingen aan toegevoegd gaan worden. Maar wat we in ieder geval al weten is dat er in een derde fase het ook mogelijk wordt om via de app eenvoudige evenementjes en toernooitjes op te zetten. Het zijn niet je officiële grote toernooien die je wil opzetten, maar echt kleine toernooitjes die misschien leden onderling met elkaar willen houden, maar zelfs een groepje van 6 met elkaar kan gaan houden. Of trainingsgroepen met elkaar kunnen houden. En op die manier heel eenvoudig via de app een toernooitje kunnen opzetten, een afvalschemaatje, een ranglijstje of poeltjes kunnen organiseren. Dat zal in de derde fase beschikbaar komen. Uiteindelijk kan je Woosh op verschillende manieren inzetten. Koen had al kort in de introductie aangegeven wat op dit moment de corona-omstandigheden en de maatregelen zijn die getroffen dienen te worden. Maar je kunt natuurlijk zelf als club daar invulling aan geven hoe je daarmee aan de slag wil gaan en Woosh daarvoor wil gebruiken. Dat zijn eigenlijk 3 manieren. 1 is, je gaat alsnog iedereen verplichten om te reserveren. Dit zorgt ervoor dat je een hele gestructureerde aanloop krijgt, geen wachtende mensen hebt en daardoor dus niet veel contact tussen mensen hebt. En dat je dus ook precies weet van tevoren al hoeveel mensen er gaan komen en wie dus op jouw club aanwezig zijn. Een tweede manier is middels registratie op locatie, waarbij je dus niet mensen vooraf laat reserveren, maar alleen op de club of op de locatie laat registreren dat ze aanwezig zijn. Dat zal middels het scannen van een QR-code gaan. Dat ga ik zo natuurlijk in de demo laten zien. En de derde variant is een combinatie van deze 2, waarbij je ervoor kiest om een aantal clubs of aantal banen wel te laten reserveren, een aantal banen niet te laten reserveren en alleen voor spontane aanloop beschikbaar te houden. Dus daar kan je zelf voor kiezen om daar een combinatie van te maken. Ik ga zo meteen in mijn demonstratie ook laten zien hoe al deze 3 varianten, hoe je die dan toepast vervolgens in de instellingen van je dashboard, of hoe dat dan vervolgens voor de speler of lid van je club, hoe dat uiteindelijk werkt. Wij willen ook gelijk helder zijn over kosten. Voordat ik de hele demo ga laten zien en jullie hopelijk enthousiast zijn en dan misschien schrikken van eventuele kosten die erbij komen kijken. Dat hoeft niet, want je kunt in ieder geval tot 1 januari dit helemaal gratis gebruiken. Alle functionaliteiten die ik benoem en die we nu gaan laten zien zijn gewoon volledig gratis. Na 1 januari zullen er wel wat kosten aan zijn. Maar de basis die blijft gratis. De basis die zal bestaan uit het kunnen inchecken op locatie, het bijhouden van scores, ranglijsten van je club bijhouden, registreren van speelmomenten op je locatie. Dat blijft allemaal gratis.
Maar het ook daadwerkelijk laten reserveren en verhuren op afstand, dus vanaf huis. Daar gaat wel een licentie voor gevraagd worden van 10 tot 15 euro per maand. En deze wordt nog nader bepaald op basis van het aantal clubs wat uiteindelijk mee gaat doen. Maar ook willen we stimuleren dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden. Dus zullen we dit ook met een korting uiteindelijk belonen. Waardoor je ook minder hoeft te betalen per maand. Dit zal nader uitgewerkt worden in de komende periode. Maar tot 1 januari maak je geen zorgen. Je kan het volledig gebruiken. Badminton Nederland wil jullie hierbij graag ondersteunen. Om op die manier weer verantwoord open te gaan. En geef ook je input op hoe jij over deze bedragen denkt. Het zijn geen hele hoge bedragen misschien. Maar uiteindelijk toch kosten die je als club weer hebt. Dus je wilt natuurlijk ook graag terugverdienen. Dat kan door onder andere de verhuurmodule, wat we al zeiden, dus door banen te verhuren. Nou, dan kan je dus met 2 verhuren per maand heb je dit al terugverdiend. Maar natuurlijk is ook het doel om hiermee nieuwe leden te gaan werven. Omdat wij samen met Badminton Nederland dit ook gaan promoten. Ook op een gegeven moment richting niet-leden gaan promoten. En gaan promoten dat die bij jullie club komen spelen. En op die manier dus je die kosten ook terug kan gaan verdienen. Ik ga nu over naar de demo. Ik moet daarvoor heel even switchen. Ik geef heel even Koen het woord om misschien alvast wat vragen te beantwoorden. Let wel op, stel de vragen op het moment dat ze ook te sprake komen. Dan kunnen wij ze ook gestructureerd behandelen. Yes, ik zie dat er een aantal vragen binnen zijn gekomen, onder andere over de AVG. Nou, daar heeft Jael al gelijk antwoord op gegeven. Ik kan me voorstellen dat er nog andere vragen zijn, nu we iets meer over de inhoud hebben verteld en de structuur waarin het wordt uitgerold. Ja, stel die nu vooral. Dan kunnen we daar gelijk antwoord op geven. Ik zie een vraag binnenkomen van Angelique. Jael, misschien dat jij daar antwoord op kan geven. Of Niels. De vraag is, kun je met dit systeem een lijst uitdraaien van wie zich voor een speelavond heeft aangemeld? Je kan nog geen export maken van spelers. Er werd net iets over AVG gevraagd. Door middel van exports is er geen controle meer op waar de data uiteindelijk blijft. Wel wordt er ook geen persoonlijke data gedeeld in de dashboard. Dus ook geen mailadressen, geen telefoonnummers, geen persoonlijke data. Alleen de naam van degene die dat werk bij je boekt. Dat is ook een noodzaak en dat is ook binnen de AVG en de privacy policy uiteindelijk afgevangen. Maar het is niet mogelijk om exports uit platformen te maken. Natuurlijk kun je wel inzichten en we proberen zo meteen komt dat ook terug. We gaan ook laten zien hoe dat eruit ziet in het dashboard. Je kan wel in het dashboard heel makkelijk zien wie bij jou gereserveerd heeft. Maar dat is denk ik een vraag ook voor zo meteen als ik het heb gepresenteerd. Ik probeer nu mijn presentatie ga ik opzetten. Dan zie ik een vraag van Jelle de Keizer over hoe bereid je spelers die niet bij de bond aangesloten zijn. Ik ga er even vanuit dat je daarmee bedoelt het banen verhuren. Want straks krijg je dus als club mogelijkheden om banen te laten reserveren door zowel je huidige leden als niet-leden. En die niet-leden, die kan je daar dus een vergoeding voor vragen. Dus daar kun je banen aan gaan verhuren waar je ook als club inkomsten uit kan genereren. En die kun je natuurlijk gericht gaan communiceren dat ze via de app banen bij jullie kunnen boeken. En uiteindelijk komt er ook een module waarbij je op je website boekingen kan laten doen. Dus dan hoeven mensen nog niet eerst de app te hebben, maar dan kunnen ze via jullie website de boeking doen. En vervolgens wel via de app bij jullie inchecken. Dit is dus een optionele module waar je wel of niet gebruik van kan maken. En wat we ook gaan doen is daarbij ondersteunen. Dus we zullen komen met uitingen, materiaal wat je bijvoorbeeld kan gebruiken op social media of flyers, dat soort zaken. Hoe je dit in jouw omgeving kan gaan promoten. Dus daar gaan we jullie zeker bij helpen. Beantwoord dat je vraag? Oké, mooi. Een vraag van Badminton Bronckhorst samen. Bronckhorst Badminton samen, als ik het goed uit mijn hoofd doe. Via de Play Store kan ik de app niet vinden. Klopt dat? Dat klopt volgens mij, maar die kan er ieder moment in verschijnen. Dus dat,
Het dashboard is nu live en kan dus ook ingesteld worden. En de app zal kan ieder moment ook live komen. Die zal in ieder geval in de loop van morgen zal die te vinden zijn. In de iOS Store is die toevallig een uurtje geleden live gekomen, dus is die te downloaden. Ik ga jullie nu meenemen in het dashboard van het platform. Er waren al heel veel clubs die vandaag toegang hebben gevraagd. Ik heb jullie ook rond 5 uur allemaal gemaild en toegang gegeven. Ik weet niet of dat voor iedereen gelukt is, maar kijk vooral nu rustig mee. En dan kan je na die tijd alles ook voor jezelf gaan instellen. Zoals Koen zei, inderdaad de iOS-versie voor iPhone-gebruikers, die staat inmiddels in de store, in de App Store. Voor Android-gebruikers is die ook gisteren al naar de store gegaan, maar die duurt wat langer dan normaal. Daar hebben wij geen vat op, dan moeten we Google afwachten. Maar die zal ieder moment ook live zijn. En dan kan je die ook downloaden. Voor nu een demonstratie van eerst het dashboard. En daarna zal ik een demonstratie geven van de app. Het dashboard is dus de omgeving die je als club kan beheren. En waar je als club ook toegang kan krijgen en die instellingen kan doen voor jou als club. In de mail had ik het al kort uitgelegd voor de mensen die al toegang hadden gevraagd. Maar je kan hier rechtsboven kan je schakelen naar de omgeving van jouw club. Er zijn een aantal clubs die hebben meerdere locaties. Die zullen daar ook meerdere locaties zien. Dus die kunnen op die manier ook switchen tussen verschillende clubs of locaties waar zij spelen. En daar ook dus de instellingen per locatie specifiek doen. Nou, als je bent geswitcht naar jouw clubomgeving, dan krijg je hier links een menutje wat alleen voor clubs geldt. En dit menu ga ik nu met jullie doorlopen. Dan begint het eigenlijk met het aanmaken van je banen. Dat is het tweede tapje in het menu. Als je daarop klikt, dan opent hij een scherm bij jullie nog zonder banen. En vervolgens kan je hier rechtsboven op het plusje klikken om je baan aan te maken. Dat doe ik nu ook. Klik op het plusje. Kan ik de baan een naam geven. Baan 1. Als eventueel buitenlocaties, dat zal voor clubs niet relevant zijn, maar straks voor eventueel air badminton locaties wel. Maar voor jullie kun je hem gewoon op binnen zetten. Al jullie clubs staan ook op binnen. Dus je kunt het ook gewoon zo laten staan zoals die staat en dan gaat het ook goed. Nou, op het moment dat je hem aanmaakt, komt hij hier ook in het lijstje terecht. Ik heb nu nog een keer baan 1 aangemaakt. Maar hier worden alle banen op een rijtje getoond. Hier zie je ook een kolom met blauwe vinkjes. Dat geeft aan of een baan wel of niet te reserveren is. Die kan je dus aan- en uitzetten. Als je hem aanzet, dan is het te reserveren. Zet wel als club even al je banen erin, zodat een bezoeker ook weet hoeveel banen jullie normaal hebben. Maar dat betekent niet dat ze ook alle banen daadwerkelijk kunnen reserveren. Kijken dan ook weer naar de 3 scenario's, van op welke manier kan je registratie straks doen. Het kan dus zijn dat je alles laat reserveren, dan zet je hier dus alle vinkjes blauw. Kies je ervoor om alleen maar registratie op locatie te doen, dan zet je alle vinkjes uit. En kies je voor een combinatie, dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld 2 banen wel via het reserveringssysteem beschikbaar te stellen en 2 banen niet. Hier achteraan kan je eventueel ook banen verwijderen. Ik verwijder nu mijn onderste baan die ik net heb aangemaakt. En dan zie je ook dat die verdwijnt. Welke locatie is dit? Wordt dat gevraagd? Ja. Oh. Nou, dit is locatie Sportunity. Dit is even onze eigen club die we als demo nu hebben aangemaakt. Maar jullie hebben gewoon allemaal toegang tot je eigen clublocatie. Dus je kunt ook voor jezelf gewoon de banen aanmaken. Maar dit is even een Sportunity locatie. Dus alleen voor ons zelf. Verder zie je een QR-code. Als je daarop klikt, dat ga ik nu niet doen, omdat ik weet dat dat in de videocall niet getoond wordt. Maar dan wordt er een pop-up overheen getoond. Die QR-code kan gebruikt worden dus om op locatie in te checken. Als je dus voor kiest om niks te reserveren, kun je een QR-code per baan ophangen. Ook kun je ervoor kiezen om 1 formulier gewoon bij de ingang te hangen met alle banen. En dan kunnen mensen als ze aankomen lopen zich even inchecken bij de baan waar ze deel gaan nemen. En op die manier zich dus registreren. Dat is de meest snelle vorm natuurlijk. Gewoon op de club langslopen, je registreren en doorlopen. Maar het reserveren op afstand is natuurlijk makkelijk. Heb je thuis allemaal al geregeld.
Maar als je de banen hebt toegevoegd, ga je naar het derde tapje in het menu links. Daar zie je, krijg je een scherm met een grote oranje knop om je reserveringssysteem op te starten. En daarna krijg je een aantal instelmogelijkheden. Een van de instelmogelijkheden, de eerste, is hoe lang duurt het speelmoment. Dit is dus het blok, als iemand bij jullie reserveert, hoe lang die dan mag gaan spelen. Nou, op dit moment is dat 30 minuten, 45 minuten, een uur en 15 minuten en een uur en 30 minuten. Mocht er heel veel wensen zijn voor andere tijdsblokken, dan is dat echt zoiets wat je naar ons kan mailen. Naar info@whooshapp.nl, wordt aan het eind ook nog benoemd. Dan gaan we kijken als daar veel vraag naar is om dat aan te passen, maar we kunnen dit zelfs ook per club specifiek doen. Maar op dit moment is het dus een half uur, drie kwartier, een uur en een kwartier en anderhalf uur. Dan een tweede stap om in te stellen. Hoeveel mensen mogen daadwerkelijk spelen? Nou, Koen zei het al even in zijn introductie. Op dit moment is het weer toegestaan om zowel te dubbelen als te singelen op de banen. Dan kan je dus voor kiezen om op beide in te stellen. Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze gaan singelen of dubbelen. Mochten eventueel maatregelen veranderen en dus alleen maar single nog toegestaan zijn, dan kan je voor enkel kiezen en dan kan je het hier aanpassen. Als ook eerder benoemd, uiteindelijk ben je zelf als club vrij om je instellingen in te doen. Dit is nu over je hele club, maar straks wordt dit ook mogelijk om dat bijvoorbeeld per uur te doen of per baan te doen, dat je zegt baan 1, daar mag alleen gedubbeld worden en baan 2, daar mag alleen gesingeld worden. Is op dit moment dus nog niet, dat komt in fase 2. Vraag 3, speciaal is die ontwikkeld om eigenlijk voor de coronamaatregelen, om zo min mogelijk contact tussen mensen te krijgen en heel veel in- en uitloop op één moment te krijgen. Je kan er dan voor kiezen om een interval in te stellen. En een interval houdt in dat je eigenlijk trapsgewijs mensen naar binnen en naar buiten laat gaan. En die intervallen kunnen 5, 10 of 15 minuten zijn. En houdt in dat baan 1 bijvoorbeeld om 10 uur start. Als jij een interval van 10 minuten hebt ingesteld, dan zal baan 2 om 10 over 10 starten. Baan 3 om 10 voor half 11. Baan 4 om half 11. En op die manier krijg je dus ook getrapte reserveringen. En dat betekent dus ook dat mensen onder 10 minuten naar binnen lopen en naar buiten lopen. En dus geen 4 of nou, sommigen hebben misschien wel 8 banen. 8 banen in één keer afgelopen zijn. Iedereen zijn schoenen gaat verwisselen. En iedereen ook gelijktijdig naar buiten loopt. Maar dat betekent dat je hele mooi gefaseerde in- en uitlopen op die manier krijgt. Dan de volgende is de optie om e-mailmeldingen in te stellen. Mocht je heel veel reserveringen krijgen, dan is dat misschien niet nodig. Kan je het gewoon in het dashboard allemaal krijgen. Mocht je minder reserveringen hebben en dus niet iedere dag in het dashboard willen kijken, dan kan je die aanzetten. Op dit moment krijg je voor iedere reservering die gedaan wordt een mail. We zijn bezig om ook een mail te ontwikkelen die al deze reserveringen per dag gaan verzamelen. Dan kan je ook kiezen om dus een mail van iedere reservering te krijgen of een dagelijkse mail te krijgen. Waarbij je dus per dag maar één keer een mail krijgt met alle reserveringen voor de volgende dag. Daar staan de reserveringen niet in, nogmaals, in de mail. Maar die staan op het platform, maar je krijgt gemeld dat er een x-aantal reserveringen voor de volgende dag zijn. En dat je dat in het dashboard dus moet gaan bekijken. De laatste is het bevestigen van de aanwezigheid. In de app is het mogelijk om je zelfstandig als speler te bevestigen dat je aanwezig bent. Mocht je als club dat niet willen, omdat je wil dat ze zich eerst melden bij iemand die verantwoordelijk is op dat moment voor de locatie, dan zet je hem op beheerder. En anders zet je hem op speler. En speler houdt dus in dat de speler hem zelf bevestigt. Beheerder houdt hem in dat de beheerder het via dashboard gaat bevestigen. Max aantal instellen van mensen? Max aantal? Ja. Per dag? Ja. Okay. Nou, op dit moment is het max aantal wordt dus per baan gedaan. Dus dat betekent dat je kan kiezen om iemand alleen een racefing te laten doen, met z'n tweeën een racefing te laten doen of met z'n vieren. En de capaciteit is dus afhankelijk van het aantal banen dat je uiteindelijk in het platform neerzet en hoeveel mensen je dus per baan toestaat. Dan de volgende stap is het één naar onderste of één voor onderste tapje, het huisje. Daar kan je je openingstijden instellen. Is belangrijk, omdat binnen die openingstijden kunnen de reserveringen dus gedaan worden. Afhankelijk van de blokken die je kiest, kunnen dan ook de blokken binnen die openingstijden ingesteld worden.
Nou, ik heb nu allemaal van 9 tot 5 staan. Maar er zijn ook locaties waar bijvoorbeeld 's ochtends je wel de locatie gebruikt en 's avonds hem weer gebruikt. Dat kan je ook instellen in het dashboard. Je kan dan je klik op bewerken. Je kan hem sluiten, geopend laten. En je kan je klikken op het plusje. Nou, als je op het plusje klikt, opent hij een nieuw veld. En dan kan ik dus kiezen voor bijvoorbeeld van 19 uur tot 22 uur dat ik ook geopend ben. Dus op die manier kan je ook zorgen dat als je verschillende openingstijden of verschillende blokken geopend bent waar mensen kunnen reserveren, kan je dat hier instellen. Ik sla hem nu even op. Belangrijk om het wel op te slaan. Als je het niet opslaat, dan wordt het weer vergeten en zal je het kwijt zijn. Dus altijd nadat je iets hebt bewerkt, ook even op opslaan klikken. Je krijgt dan rechtsonder ook een melding dat dit gelukt is. Zijn er daarover nu vragen? Er komt nog één vraag binnen over of je het ook als registratiesysteem kan gebruiken. Ja. Misschien goed om nog even één keer die drie opties te hebben. Ik krijg van Koen hier te horen om nog heel even het registreren zonder reserveren uit te leggen. Ik denk dat dat zo meteen ook duidelijker wordt als ik de app erbij ga pakken. Want dit is inderdaad helemaal bedoeld om je reservering in te stellen. Maar zoals ik net ook liet zien, je kan bij de tafels kan je er ook voor kiezen om dus reserveren uit te zetten. Dus de blauwe blokjes uit te zetten. En dan is reserveren niet mogelijk, maar is wel registratie op locatie mogelijk. Wil je ze dan laten registreren op locatie, dan kan je hier op de QR-code klikken. Dan krijg je een QR-code, die kan met de app gescand worden. En hoe dat werkt zal ik zo meteen laten zien. Je ziet hier drie banen. Ik ga zo meteen voor de demo ga ik nu even baan 3 uitzetten. Dan kun je ook zien dat dat in de app zo meteen niet getoond wordt. Vervolgens gaan we naar het bovenste tapje. Dat zijn alle speelmomenten die bij jullie zijn gedaan en alle reserveringen die zijn gedaan. Er zijn 4 tapjes bovenaan. Dat is gepland, bevestigd, niet bevestigd en gespeeld. En gepland zijn dus alle speelmomenten die zijn gepland, dus die in de toekomst zijn, die nog moeten komen. Dat zijn dus alle reserveringen die bij jullie zijn gedaan. Nou, ziet je dat er nu bij mij 1 reservering staat van 1 speler. Ik heb individueel gereserveerd. Hoe dat werkt ga ik zo meteen in de app even laten zien. Maar dit is dus een reservering die is gedaan. Daar kan ik ook op klikken. Als ik erop klik, dan opent hij een detailscherm van die reservering. Dan zie je ook wie dat is geweest. Op welke baan, welke locatie en welke tijd er is gereserveerd. Bovendien kan je hier klikken om een speelmoment te bevestigen. Dus ook als je hebt ingesteld alleen of dat spelers mogen bevestigen, heb je als club altijd de mogelijkheid om ook in het dashboard een speelmoment voor iemand te bevestigen. Dat het in dat je daarmee aangeeft dat iemand ook daadwerkelijk is geweest. En dus je registratie daarmee ook compleet hebt. Ook kan je ervoor kiezen om hem te annuleren. Als het geannuleerd wordt, dan krijgen de spelers die in dat speelmoment zitten daar ook een melding van. Daar staat ook bij gemeld wie hem heeft geannuleerd. Dus als een speler hem zelf annuleert, dan krijgt zijn medespeler daar een melding van dat Niels voor Piet hem bijvoorbeeld heeft geannuleerd. Maar als de club hem annuleert, dan kan je Badminton Club X heeft jouw speelmoment van zo laat en zo laat op deze baan geannuleerd. We weten dat er een wens is om daar ook een berichtje aan toe te voegen. Die staat bij ons op de lijst om te gaan ontwikkelen. Dus als je een speelmoment annuleert, dat je ook even kan aangeven waarom je als club hem hebt geannuleerd. Gaan we verder naar bevestigd. Op het moment dat de speler hem dus met de app heeft bevestigd, dat hij ook daadwerkelijk aanwezig is op de locatie, of de club heeft dus in het dashboard hem voor jou bevestigd, dan komen deze speelmomenten hier in de lijst terecht. Dan heb je het tapje niet bevestigd. Dat zijn de speelmomenten die verlopen zijn. Je had gereserveerd om 8 uur, maar om 8:15 ben je er nog niet. Dat gaat om een kwartier te laat mag je komen. Daarna gaat hij naar niet bevestigd. Dan komen de speelmomenten hier in bevestigd terecht. Dan kan een club nog steeds hem voor jou bevestigen, omdat je toch bent geweest. Dat kan hij dan hier in het dashboard doen door weer op een detailscherm te klikken. Nou, dan het derde tapje. De vorige tapjes ging echt om het reserveren, dus het plannen vooraf, het daadwerkelijk bevestigen dat iemand is geweest. En uiteindelijk, als iemand niet heeft bevestigd, krijg je een lijst. En in het laatste tapje, het is ook mogelijk om in de app je scores en uitslagen bij te houden. Dat is een extra functionaliteit die mogelijk is op het moment dat je hebt bevestigd op locatie, kan je ook zeggen, nou, ik wil met Piet ook graag mijn scores en uitslagen en mijn statistieken bijhouden.
Dan kan je dat ook invullen. En die komen dan bij gespeeld terecht. Dan kan je ook de uitslagen zien van de speelmomenten die op jullie locatie hebben plaatsgevonden. Zijn daarover voor nu vragen die ik moet beantwoorden? Anders ga ik even naar Koen schakelen en dan ga ik over naar de app. Yes, ik kijk even of er nog vragen zijn die we in de tussentijd kunnen beantwoorden. Veel zijn ook al gelijk beantwoord. Ook een paar goede feedback. Die noteren we ook gelijk, zodat we daar de komende tijd mee aan de slag kunnen. Mocht je de komende tijd tegen dingen aanlopen bij het gebruik van de dashboard of bij de app, laat het dan ook vooral weten, want dan kunnen we aanpassingen doen. Ik zie dat Niels de app heeft klaarstaan. Nee. Ja. Oké, ik ga je nu in de app laten zien hoe dit uiteindelijk in de app ook functioneert. Zoals gezegd, je kan de app voor iOS inmiddels downloaden. Mogelijk kans dat ondertussen Android ook al beschikbaar is. Maar iOS kan in ieder geval gedownload worden, dus dan zou je mee kunnen kijken. Maar je komt op dit scherm terecht nadat je je hebt geregistreerd voor de app. Hier kan je dus ook klikken op de grote oranje knop reserveren. Dat doe ik nu. Op dit moment ben ik bij mijn club, Sportunity. Dus zie ik ook gelijk in de map het pinnetje bij mij staan van mijn club. Ik kan daarop klikken. Dan opent hij mijn club. Maar ik kan er ook voor kiezen om bovenin te gaan zoeken. Dat doe ik bij Sportunity. En dan krijg ik ook het resultaat van mijn club bij mij. We weten ook dat er een wens is om je favoriete clubs te krijgen. Veel leden spelen natuurlijk elke keer bij dezelfde club. We gaan je dus ook tonen dat je niet meer hoeft te zoeken. Maar als jij zoekt, dat gelijk je favoriete club daar ook getoond wordt. En dat je dus niet meer hoeft te zoeken, maar direct kan klikken. Echt, er is dus zo, als je vlak bij die locatie bent, dan zie je ook gelijk in de kaart al jouw club dichtbij je staan. Ik klik nu op Sportunity. Opent die weer hetzelfde scherm. Ik kan dat scherm ook omhoog trekken. Daar zien jullie de openingstijden die ik zojuist ook had ingevuld. Dus van 9 tot 5 en van 7 tot 10. En ik zie dat ik zaterdag en zondag bijvoorbeeld gesloten ben. Wil ik hier een reservering doen of wil ik hier spelen? Dan klik ik op hier spelen. Dan zie je nu bovenaan ook een grote oranje knop. Die wordt alleen getoond als ik daadwerkelijk op die locatie ben. Om ook me direct dus te registreren. Dat ga ik zo meteen laten zien. Ben je niet op die locatie, dan krijg je die knop dus ook niet in beeld en kan je alleen een reservering doen. Vervolgens kan ik mensen uitnodigen die met mij deel gaan nemen aan deze reservering. Maar ik kan er ook voor kiezen om alleen een reservering te doen. Als ik dat alleen doe, dan vul ik niet iemand anders in en ga ik gewoon verder naar datum en het selecteren van een tijd en een baan. Wil ik met iemand spelen, dan klik ik op het plusje. Dan zie ik mensen waar ik al recent mee heb gespeeld of alle deelnemers van het account. Nou, op dit moment heb ik nog met niemand gespeeld, de app is net live. Maar straks zal ik, als ik een potje met iemand heb gedaan, hier ook mijn favoriete spelers krijgen, zodat ik ook snel weer met iemand een speelmoment kan maken waar ik vaker mee ga spelen. Maar voor nu ga ik met Koen een potje doen. Ik voeg Koen toe aan mijn speelmoment. Met Koen op een andere uitnodiging hoor. Koen heeft al twee accounts inmiddels aangemaakt. Ik ga Koen zonder profielfoto. Ik kan hem toevoegen door gewoon op de naam te klikken. Of door op het plusje wat je achteraan ziet te klikken. Nou, ik voeg Koen toe. Vervolgens ga ik kijken wanneer ik graag zou willen spelen. Nou, ik zou heel graag vanavond nog willen spelen. Dus ik kies 14-7. En vervolgens ga ik de beschikbaarheid kijken. Nou, er is vanavond nog één moment beschikbaar. Van 9 tot 10. Zoals jullie zagen had ik toen net baan 3 op niet reserveerbaar gemaakt. Had ik geen vinkje achtergezet. Dus die zie ik hier ook niet. Ik zie alleen baan 1 en 2. Nou, ik klik de baan die ik graag zou willen reserveren. In dit geval baan 1. En vervolgens klik ik op reserveer en is mijn baan gereserveerd. Als ik die afsluit, dan kom ik op dit scherm terecht. Dan ben ik ook direct bij al mijn geplande speelmomenten. Hier zie je onder andere de reservering die jullie net ook in het dashboard zagen.
Nou, zoals je ziet, deze zou van 8 tot 9 zijn. Dat is dus nu. Dus ik heb nog 4 minuten om deze te bevestigen. De knop is ook oranje. Dus ik kan die nu in gaan drukken. Dat ga ik nu ook doen. Dus ik bevestig hem. En dan kom ik in het scherm waar ik nog een potje met iemand kan starten. Hoeft niet. En dan ga ik geen potje verder starten. Verder zie ik hier ook de reservering die ik net met Koen samen heb gemaakt. Ons speelmoment. Je ziet daar dat het, de knop nog grijs is. Dat komt omdat het nog lang geen 9 uur is. Je kan vanaf een kwartier voorafgaand aan jouw speelmoment, kan je ook bevestigen dat je er bent. En dat je ook daadwerkelijk op de locatie bent. Het is ook belangrijk dat je op locatie bent. Je GPS wordt gecheckt of je daar bent. Wil je GPS niet aan hebben staan, dat kan ook. En dan zal er gevraagd worden om je in te checken met een QR-code op die locatie. Dus op die manier kan je ook daadwerkelijk bevestigen dat je aanwezig bent. Wil je niet spelen, druk je op reservering annuleren. Wordt die geannuleerd, krijgt mijn medespeler ook een pushmelding daarvan en is die daarmee op de hoogte. Dan het registratie op locatie. Dit was dus het hele reserveren, dus echt het vooraf reserveren van je speelmomenten. Maar ik kan er ook voor kiezen om direct met te registreren. Dus om geen reservering vooraf te maken. Dan kan ik op 2 manieren doen. Ik kan klikken op direct spelen. Nou, dan opent hij mijn QR-scanner. Of ik kan ervoor kiezen om toch weer naar de kaart te gaan. Te klikken op het pinnetje waar ik op dat moment ben. Op hier spelen te klikken. En via daar direct spelen te doen. Nou, ik ga even in mijn dashboard een QR-code openzetten. Als ik nu dus op direct spelen klik. Kijk, direct spelen klik. Dan kan ik de QR-code scannen. En als ik die scan, dan checkt hij me direct voor dat speelmoment in en ben ik aanwezig. Je hoeft dan dus verder niks meer te doen. Je scant hem eventueel met je maatjes waarmee je samen bent. En dan kun je ook samen op die manier je registreren, je speelmoment starten. En eventueel dus ook je scores en uitslagen gaan bijhouden. Ook is het mogelijk, als je je scant, om iemand uit te nodigen via een QR. Dus je kan een QR-code, of sorry, zeg ik niet helemaal goed, via een link. Je kan ook iemand een link via WhatsApp sturen, door op het poppetje met het plusje te klikken. En dan stuurt hij je medespeler een linkje om vervolgens samen te gaan spelen. En dan kun je ook samen het speelmoment starten. Zijn daar nu vragen over die ik nu direct moet beantwoorden? Of zou ik verder gaan nog even? Hoe je de scores kan. Ja, dat hij al zei. Oh, oké. Maar scores bijhouden, dat ga ik nu eigenlijk niet helemaal op detail in. Omdat we nu even op het reserveren richten. Maar als je met elkaar hebt ingecheckt, kan het nog snel... Oh nee, die was te vroeg. Die andere heb ik geannuleerd net, dus dat kan ik even niet laten zien. Maar op het moment dat we samen dus in een speelmoment zitten... bevestigen we allebei onze aanwezigheid, dan komt er automatisch een scherm ook opgepopt met een plusje en een minnetje en aan twee kanten een team. En dan kan je op die manier ook de uitslagen invullen van jullie speelmomenten. Dat is leuk om te doen, omdat je hier in je statistieken daar allerlei leuke statistieken over kan krijgen, over winst en verlies. Maar ook in de ranglijst. Er is een totaalranglijst met alle Woosh-spelers. Daar krijg je punten voor als je gaat spelen en ook uitslagen invult. Dat gaat als volgt, waarbij als je wint, krijg je 5 punten. Als je gelijk speelt met elkaar, krijg je 3 punten. Nou, dat gebeurt bijna nooit met badminton. Dat iemand op gelijkspel zegt, nou, nu stoppen we ermee. Maar we hebben het wel mogelijk gemaakt als iemand dat toch met elkaar wil. En verlies je, krijg je alsnog 2 punten als beloning, omdat je wel hebt bewogen en wel actief bent geweest. Vervolgens kan dit ook per club. Je ziet hier dus in de app nu mijn club staan, Sportunity Club. Daar kan ik dus ook een ranglijst starten. Dus jullie kunnen ook als club een eigen clubranglijst bij gaan houden met alle spelers. Nou, hier is op dit moment alleen door Bob en Neil al tegen elkaar gespeeld. En die hebben dus met elkaar de scores bijgehouden. En ik heb nog geen 1 potje gedaan, dus ik sta nog op 0 punten. Maar op die manier kan je dus ook met je club een ranglijst bijhouden. Verder is het mogelijk om ook mensen zonder een reservering wel even wakker te schudden. Dat kan door rechtsboven op dat telefoontje te klikken.
dan kan je iemand een bus sturen. Als je met iemand hebt gespeeld, komen hier de mensen waar je... je favoriete spelers komen hier in beeld. En die kan je dan ook bussen. Dit is ook om niet te veel spam te krijgen, kan je hier dus alleen mensen bussen waar je ook daadwerkelijk mee hebt gespeeld. Verder hebben we het profiel. Het laatste stapje, nou je zag net mijn belletje al een beetje trillen met een blauw bolletje eronder. Ik heb hier een herinnering gekregen, want ik moet over 5 minuten moet ik mijn reservering bevestigen. Hier worden dus ook mensen constant herinnerd aan om even te bevestigen dat je ook aanwezig bent. Hier krijg je ook meldingen voor als iemand met jou een reservering heeft gemaakt. Hier krijg je meldingen voor als een reservering is geannuleerd. Je krijgt een melding voor als er een bus is gestuurd. Nou, hier wordt alles ook voor jou up-to-date gehouden. Nou, je ziet nu dat bij mij het belletje weg is. En je ziet ook onderin bij het profielpoppetje staat ook geen puntje meer. Dus dat zal ook verdwijnen. Nou, verder hebben we ook nog een scoresysteem voor spelers met Woosh. Dit is geen officiële speelsterktesysteem. Dit is een tool gewoon voor binnen de app. Voor als je nog geen speelsterkte eventueel hebt. Of voor mensen die geen lid zijn, die geen speelsterkte hebben, kunnen op deze manier toch een beetje hun niveau bepalen. Dit is dus niet de officiële speelsterkte. Je ziet het ook aan de namen die erbij staan. Van de strandganger, tot aan de uitdager, tot de afmaker, tot uiteindelijk de master of badminton. Dit kan je hoger krijgen door tegen andere spelers te spelen. En daarmee door te winnen gaan je punten steeds omhoog. En kun je dus je score of je rating van Woosh kan je daarmee verhogen. Is dus geen officiële speelstijd. Verder zie je nog een tapje met schuifjes. Nou, daar kan je je instellingen doen. Ook kan je hier in je profiel heb je ingevuld of je wel of geen lid bent. Kun je eventueel hier ook instellen. De nieuwsbrief kan je aan- en uitzetten. En ook de bus kan je aan- en uitzetten. Als jij zegt van nou, ik wil niet gebust worden door mensen, daar heb ik geen zin in. Dan kan je hem hier uitzetten. Verder kunnen de QR-codes hier via de app aangevraagd worden als je die nodig hebt op je locatie. Je kan feedback geven op de app, uitloggen en eventueel je profiel verwijderen. Dat was een demo van de app. We hebben vanmiddag ook alle locaties voor iedereen aangemaakt. Locaties worden alleen pas getoond in de kaart op het moment dat je ook een baan daadwerkelijk hebt toegevoegd. Want zolang er geen baan is, kan er ook niet gespeeld en niet gereserveerd worden. Dus je locaties zijn geregistreerd, maar worden pas getoond op het moment dat je eerst de baan hebt toegevoegd. Dan ga ik nu de app afsluiten. En dan gaan we nog wat vragen beantwoorden als die er zijn. Ja. Ja, we hadden net de fasering ook uitgelegd. JL die geeft me aan van er is een vraag over hoe ga je om met leden en niet-leden in dit systeem. De communicatie vanuit Badminton Nederland zal aan het begin ook vooral richten op leden. Ook jullie als club zullen waarschijnlijk eerst je eigen achterban hierover informeren. Op dit moment is het namelijk ook nog niet mogelijk om onderscheid te maken in het dashboard tussen banen voor wel- en niet-leden. Had ik ook in de fasering natuurlijk aangegeven. In de tweede fase wordt dat wel mogelijk. Dan kan je per uur, per baan, per tijd kan je aangeven of dat voor leden is, voor niet-leden is. Kan je aangeven of er alleen single, dubbel gespeeld worden. Maar ook per baan zelfs de tijd afhankelijk laten zijn. Dus de instellingen die je nu over het geheel doet, kunnen dan nog specifieker ingesteld worden. Dus op die manier krijg je nog specifieke instellingen. Alleen we verwachten, en we zien dat ook binnen onze andere platformen, aan het begin zullen echt alleen leden hier gebruik van maken. Wel is het natuurlijk zo, mochten niet-leden al op deze manier naar je club komen, kun je er zelf voor kiezen om dat wel of niet te ontvangen. Maar het zijn natuurlijk ook potentiële nieuwe leden. Dus wees ook niet bang om ze wel te ontvangen. Maak een afspraak in je agenda. Jaël geeft me aan dat er ook wens is voor om je afspraak uiteindelijk in je agenda te zetten. Ja, dat gaan we doorontwikkelen. Is er nu nog niet. Dat noemen wij nice to have. Het is natuurlijk fijn als dat er staat. Alleen we hopen in de app het ook zo overzichtelijk te maken dat je het altijd daar kan vinden. Dus, op dit moment niet. Het staat wel bij ons op de ontwikkelagenda. Ik heb nog een vraag. Deze app ontwikkeld omdat er corona is pas. Ik had het namelijk verwacht. Aanmelden. Geen gezondheidsklachten. Weten waar te bereiken als er iets is. Het is natuurlijk ontstaan door corona-omstandigheden, om het voor jullie makkelijker te maken om
registratie plaats laten vinden. Triagevragen zijn op dit moment niet meer verplicht door de overheid. Dus die worden ook niet nu verplicht meer gevraagd. Kan je wel als club natuurlijk alsnog voor kiezen om dat te doen. Ik ga even mijn presentatie ondertussen opzetten. Vraag van Ronald Koenens. Als iemand alleen komt, kan hij zich dan toevoegen aan de bestaande reservering van iemand anders? Koen stelt me nog een vraag die ook uit de chat komt. Als iemand alleen komt, is het dan mogelijk om iemand nog toe te voegen? Ja, dat kan. Individueel reserveren, dat zou ik inderdaad ook wat nader nog uitleggen. Je zag toen net in het reserveringsmoment dat ik alleen een reservering kon maken. Of met een medespeler. Als ik hem alleen maak, dan kan er later alsnog iemand ook een reservering op diezelfde tafel maken. En dan ook samengevoegd worden. En straks wordt het ook... en later als je dan samen met elkaar incheckt op dezelfde baan, dan worden ook alsnog die speelmomenten bij elkaar toegevoegd. Dan kan je dus met elkaar een uitslag invullen. Dus individueel reserveren betekent ook dat iemand nog bij kan reserveren bij jouw baan. Op dit moment is nog niet zichtbaar wie op die baan dan al heeft gereserveerd. Maar we hebben van heel veel gebruikers terug gehad dat mensen het best willen delen om het daar zichtbaar te maken dat ik een reservering heb gedaan. Dus dat gaan we ook mogelijk maken dat je alsnog kan tonen dat ik daar sta. En dat wordt in de instellingen een mogelijke optie om dat wel of niet te tonen. Sommige mensen willen niet dat het zichtbaar is dat jij gereserveerd hebt en anderen willen dat wel. Dat kan je dan instellen in je eigen privacy instelling. Heel van naar Koen. Heb jij nog wat vragen te beantwoorden? Dan switch ik even naar... Nee, we hebben ze eigenlijk allemaal wel gehad op dit moment. Vraag over een handleiding zie ik. Die komt er. Dus zowel voor de club als voor leden, voor de uitgebruikers straks. Zodat zij weten hoe ze ermee moeten werken. Ja, verder hebben we eigenlijk net alle vragen beantwoord. Oké, dan. Mag ik nog iets vragen? Ja. Ja, ik moet het even voor me zien, hè. Als je dus, moet iedereen dan een smartphone hebben? Dan? Het was in de fasering ook kort benoemd. Maar we zijn bezig om ook webreserveren mogelijk te maken. Waarbij het dus mogelijk is om via de website van jullie ook een reservering te maken. Dit is alleen nu nog niet live. Maar binnen 2 weken is dat wel beschikbaar. En dan kan er dus ook via web gereserveerd worden. Dus op dit moment is er inderdaad nog een telefoon voor nodig. Ook gaan we mogelijk maken om in het dashboard reserveringen te maken als club. Zodat je ook op die manier ja, mensen kan toevoegen en speelmomenten voor die mensen kan maken als dat echt niet lukt. Ja, bij ons zou het meest gaan om registratie. Ja, oké. Okay. Dat... Maar goed, ik vind het nog wel heel lastig hoor, moet ik zeggen. Oké, okay, als de vraag. Ik zal zo meteen ook daar nog dan kort even over het registratiestuk ingaan. Ja. Maar dat is dus het inchecken op de locatie. Ja. Daarbij heb je dus geen reservering nodig. Dat betekent dat je via de app eigenlijk op direct spelen kan klikken. Via het dashboard heb je de QR-codes dan beschikbaar. Komt iemand op de club, dan scant hij die QR-code en dan heeft hij zich eigenlijk geregistreerd. Dat is de enige stap die hij dan hoeft te doen. Omdat hij ook al een account heeft, dat wordt volgens ook in jullie dashboard, bij jullie speelmomenten wordt dat zichtbaar. Dus daarmee heb je ook het volledige overzicht van mensen die zijn geweest en op welke momenten en tijden ze zijn geweest. Ik ga nu dan even door naar de hoe verder. Er werd inderdaad gevraagd over een handleiding. Die komt er inderdaad. Er komt een handleiding voor zowel spelers als voor jullie als club. Extra ter ondersteuning over hoe je het kan instellen en welke instellingen je allemaal kan doen voor welke situatie. Dus ook voor het registreren. Als je zegt, nou, ik wil alleen registreren. Dat zal daarin ook uitgelegd staan. Dus nog een korte herhaling van ook wat hier in de presentatie hopen te vertellen. En helder te hopen te maken. Verder is de mail dus beschikbaar voor support. Dat is info@wooshapp.nl die ook onderaan staat.
En er zal allerlei marketingondersteuningen zijn. Dit zijn niet alleen marketingondersteuningen om het te promoten, maar ook hoe het werkt. Dat gaan we doen door middel van het aanleveren van een artikel die jullie op de website kunnen plaatsen met informatie over hoe dit werkt, wat je hiermee kan en hoe leden daarmee om moeten gaan. Natuurlijk heb je daar je eigen invulling ook van hoe je dat als club toepast, dus verwerk dat ook zeker in dat artikel. Maar probeer het jullie daarmee makkelijk te maken door dit vast aan te leveren. Verder is het mogelijk om, krijgen jullie allerlei social media content van ons, zodat je ook op je social media kan gaan delen. Onderdeel hiervan zijn ook, ik heb het genoemd how-to animaties. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je of een reservering maakt, maar ook stap voor stap uitgelegd hoe je je registreert op de locatie. Zodat we op die manier het ook makkelijk maken voor alle leden. Dat zij ook snel makkelijk snappen hoe ze hiermee aan de slag moeten gaan. De laatste is ook een stukje online marketing. Ook Badminton Nederland en Sportunity zullen dit promoten. En wij zullen ook zorgen dat mensen middels online marketing geïnformeerd zijn over hoe dit platform werkt. En ook hoe ze hier gebruik van kunnen gaan maken. Verder hebben nu jullie als clubs het allemaal beschikbaar gesteld, het dashboard. Jullie hebben de link van mij al op de mail gehad. Maar je kunt ook zelf naar dashboard.whooshapp.nl gaan. En daar kun je inloggen. Het is wel belangrijk dat wij jullie eerst beheerder maken. Dus op het moment dat je hebt geregistreerd in de app, stuur ons een mailtje met het mailadres waarmee je hebt geregistreerd. En de speellocatie of de club waar jij beheerder van wilt worden. En het liefst ook gelijk het adres. Dan kunnen we dat helemaal voor je aanmaken. Dan hoef je dat zelf allemaal niet meer te doen. En dan kun je vanaf dan ook inloggen op dashboard.whooshapp.nl. En dan rechtsboven dus switchen naar je clubomgeving. Als je nog geen beheerder bent, dan kan je dus ook niet rechtsboven daar wisselen van je persoonlijke omgeving naar je clubomgeving. Jullie kunnen dat nu al gaan inrichten dus via jullie dashboard. De apps zijn vandaag allebei live gegaan. Naar Android is nog heel even wachten dus. Maar vanaf 20 juli zullen wij het ook gaan communiceren naar spelers. Dat er gebruik van gemaakt kan worden. Maar ben je als club natuurlijk al eerder klaar? Heb je dashboard al eerder voorbereid? Wil je het van start gaan? Dan kan dat natuurlijk. En kan je eerder naar je leden al gaan communiceren dat ze kunnen gaan reserveren via de Whoosh app bij jullie club. Dus dat is vrij om daar eerder van te starten. Alleen om jullie ook de mogelijkheid te bieden om dit even goed in te richten. Eventueel vragen aan ons nog te stellen. Kun je ons komende week daarvoor nog berichten. En gaan wij vanaf volgende week pas communiceren naar de spelers. Dan rest mij nu nog om jullie te bedanken voor de aandacht voor nu. Ook vooral voor de heel veel enthousiaste mailtjes wat we hadden gehad. Zeker zal dit platform nog veel verder ontwikkeld worden. Het is echt een eerste versie en de eerste fase wat we nu aan jullie presenteren. Volgende fase zullen we ook echt wel weer nog een webinar doen om ook uit te leggen hoe dat betalen dan werkt. Hoe je uitgebreide instellingen doet. Hoe je nog specifieker hiermee aan de slag kunt gaan. Bovendien zullen we ook dan jullie informeren over eventuele updates die zijn gedaan. Dat er gewoon altijd nog wel weer wensen zijn. Die gaan we ook echt verwerken. En we zullen echt de komende maanden dit platform nog blijven doorontwikkelen. Maar we hopen in ieder geval nu snel hiermee live te kunnen gaan. Zodat jullie het kunnen gebruiken. Leden makkelijk kunnen gaan reserveren. Of zich kunnen registreren op de locatie. En ook op een leuke manier kunnen gaan spelen. Dus namens mij rest me dan te bedanken. Dan geef ik Koen nog even het woord. Om nog wat toe te voegen en eventueel resterende vragen te beantwoorden. Yes, ook namens mij bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. Mochten er toch nog vragen ontstaan de komende dagen. Niels, wil jij je microfoon nog even uitzetten? Mochten er toch nog vragen ontstaan de komende dagen, stuur dan vooral een mail naar info@whooshapp.nl. Dan gaan we jullie ook gewoon helpen met het instellen. En ik denk wat belangrijk is om te vertellen, we hebben nu een basisplatform neergezet, wat in de komende periode al een aantal updates krijgt om richting het volgende seizoen, dus eigenlijk richting 1 september, echt in die fase 2 te zitten, met meer mogelijkheden. En wat uiteindelijk ook gewoon een heel mooi platform kan zijn voor na de coronatijd. Ga er dus vooral mee aan de slag, ook als je niet doorgaat in de vakantie met spelen. Ga het wel instellen, ga ermee proberen, zodat je je vragen kan stellen. In ieder geval richting het nieuwe seizoen helemaal ingesteld bent en klaar bent om weer meer mensen te gaan ontvangen.
Mochten er nog vragen ontstaan, stuur dan vooral een mailtje. Wij gaan ook zeker de chat nog even nalezen en vragen die veel worden gesteld en feedback verzamelen, zodat we jullie daarover kunnen informeren. En ja, dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. Ja. Ja, kan jij de antwoord nog geven? Ja, er waren nog een paar vragen langsgekomen in de chat die we nu misschien direct kunnen behandelen. Eentje daarvan was over hoe de mailingen naar de personen gaat. Er wordt inderdaad ook vanuit het platform gemaild naar de spelers. Daar gaan de spelers ook wel mee akkoord op het moment dat ze de privacy policy tekenen. Maar dat zijn geen commerciële mails, dat zijn echt informatieve mails over... over hun prestaties eventueel, of om meer te gaan spelen, of speellocaties die in de buurt bij hem aanwezig zijn. Dus op die manier zullen we ze informeren binnen het platform. Qua dataopslag, data wordt natuurlijk veilig allemaal opgeslagen en beheerd. En nou, dat gaat heel technisch om dat allemaal uit te leggen wat we daarvoor doen. En hoe lang dat wordt bewaard? Ja, het wordt in het platform gewoon bewaard zolang de gebruiker gebruik maakt van het platform. Omdat hij ook een overzicht heeft in zijn speelmoment of in zijn speelmomenten. Maar hij kan zijn speelmomenten verwijderen. Als hij zegt ik wil dat niet meer, dan wordt het ook per direct verwijderd. Verder kan iemand, als hij geen gebruik wil maken van het platform, zoals ik ook had laten zien bij de instellingen, kan hij zijn profiel verwijderen. Als je dan je profiel wilt verwijderen, wordt het binnen 24 uur verwijderd. Waarom doen we dat niet direct? Omdat we ook hebben gezien dat mensen per ongeluk hun profiel verwijderen en dan opeens alle sessies en statistieken en speelmomenten weer terug wilden hebben. Dat gaat natuurlijk dan niet meer, want dan heb je profiel verwijderd. Dus we hebben ervoor gekozen om 24 uur mensen nog de kans te geven om hun profiel te activeren. Doen ze dat niet, dan worden alle gegevens uit de database verwijderd. Dus dat doen we binnen 24 uur. Was gericht op de reserveringen die mensen doen. Dus wat als iemand zijn profiel verwijdert, maar er corona besmet is. Ja. Reserveringen in jullie club des sport worden wel getoond. Alleen de spelers zijn inderdaad, we hebben dan niet meer alle gegevens, omdat wij, als zij hun profiel volledig verwijderen, kunnen wij dat ook niet meer achterhalen. Dus die gegevens zijn dan wel inderdaad weg. Het is natuurlijk wel zo dat er een bepaalde scope is van een aantal weken dat je beheert. Dat behouden we wel, dus dat we tot 2 weken hebben het nog wel in de database om de algemene gegevens, maar niet meer de persoonlijke gegevens van die persoon. Dus we kunnen diegene niet meer direct benaderen. Dus dat is inderdaad wel een uitdaging als iemand zijn profiel gaat verwijderen. Alleen ja, we hebben daar ook met AVG te maken, we kunnen niet alles behouden. Vragen? Nee? Oké, voor nu geen vragen, begrijp ik. Gooi ze anders nog in de chat. Wij blijven nog even online in de chat in ieder geval. Nogmaals de mail. Wij proberen daar echt binnen 24 uur antwoord op te geven. Zodat we ook... en we willen graag jullie input nog hebben. Want zoals gezegd is er fase 1. Er komen nog veel meer fases, veel meer ontwikkelingen. Dus geef ook de input via de mail. En dan kunnen wij dat ook meenemen in het vervolg. Dus ik dank jullie wel. En ik hoop dat... helder was en dat jullie, als er meer vragen zijn, mail ons gewoon. Dankjewel.